Welkom golfers bij Golfschool Geldrop. Mijn naam is Mike van Hieringen en vandaag wil ik het gaan hebben met jullie over de meest voorkomende opmerkingen op een golfbaan. Je mag niet meekijken. Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik hier geen echte grote voorstander van ben. Ik zal proberen uit te leggen waarom. Iemand die niet meekijkt zal het lichaam op slot zetten. Ik zal een demonstratie geven door een bal te slaan. Het lukte mij toch om de bal te toppen, maar ik keek niet mee. Wat je eigenlijk ziet is, wat er gebeurt, is door het niet meekijken, wordt eigenlijk het lichaam afgeremd en kan ik eigenlijk geen gewichtverplaatsing meer creëren. Doordat ik geen gewichtverplaatsing kan creëren en dus moeilijk op mijn linkerbeen kom, zie je dat in de doorzwaai de cirkel, de armen eigenlijk ingetrokken wordt en de cirkel dus wordt verkleind. Hierdoor kom ik ook weer niet lekker onder de bal en verlies ik ook weer een hele hoop energie. Dus het meedraaien van het lichaam zal makkelijker lukken als ik juist wel meekijk. En hierdoor kan ik mijn armen makkelijker in een strekkende beweging door de bal heen brengen. Dus probeer te begrijpen waarom het hoofd omhoog komt, maar probeer niet het hoofd stil te houden. Probeer wel de veer op te draaien en af te wikkelen en kijk dus wel degelijk mee. Anders zul je beperkt worden in je draai en zul je je lengte verliezen en zul je niet correct onder de bal kunnen komen, waardoor ik eigenlijk weer andere problemen ontstaan. Dus kijk voortaan mee en draai het lichaam in en gebruik dat lichaam als een veer. Succes met oefenen en mocht je nog opmerkingen of tips hebben of vragen, stuur hieronder naar dit e-mailadres info@golfschoolgeldrop en wie weet behandel ik binnenkort jouw probleem, jouw vraag. Succes!